Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen vandaag met de Europese weerkaart. Op die kaart zien we een groot hoogdrukgebied ten noordwesten van Spanje liggen. En dat hoogdrukgebied had vandaag een uitloper richting onze omgeving. Daardoor was het vrij rustig weer, kon er vannacht mist ontstaan en hadden we lage temperaturen en dus ook gladheid. En die mist die was vooral in het oosten van het land erg hardnekkig, want ook op dit moment is het nog mistig. Niet verkeersbelemmerend op de meeste plaatsen, maar het is een grijze wereld geblezen. En in Groningen is het zelfs maximaal 1 graad geworden. Langs de westkust werd het vandaag 7 graden. Verder op de Europese weerkaart een zeer actief lage drukgebied in de buurt van Griekenland. Daar vallen veel buien, is het echt slecht weer. Ook op Cyprus, zware buien zag ik daar. En we hebben een lage drukgebied in de buurt van IJsland. Die zit onder de kaartjes bovenaan, maar we zien het regengebied al wel bij Schotland liggen. En als ik de boel in beweging zet, dan zien we dat lage drukgebied langzaam op de kaart verschijnen. Het regengebied trekt steeds dichterbij, het trekt komende nacht het land binnen. En dat lage drukgebied trekt langzaam richting het midden van Noorwegen. Rondom het lage drukgebied zeer koude lucht. We zien het op veel plaatsen sneeuwen, boven de oceaan, maar ook in Noorwegen en in Schotland. En uiteindelijk gaat het ook in Wales en in Ierland sneeuwen. Bij ons geen sneeuw, maar bijvoorbeeld in de Ardennen en de Duitse middelgebergtes kan wel weer wat natte sneeuw of sneeuw gaan vallen. Bij ons vooral veel wisselvallig weer en het lage drukgebied zorgt ook voor veel wind. En vanavond krijgen we daar al mee te maken. De wind begint aan zee toe te nemen naar windkracht 7. Aan het einde van de avond staat er een stormachtige wind, windkracht 8. Temperatuur ligt eerst nog dicht bij het vriespunt, maar naarmate de wind in kracht toeneemt, gaat het kwik langzaam oplopen. En aan het einde van de avond valt de eerste regen in het noordwesten. Vannacht gaat de regen zich dan over het hele land uitbreiden. Het is dan ronduit wisselvallig weer, met aan zee een stormachtige zuidwester. In de kop van Noord-Holland en op Texel en Vlieland heel misschien een zuidwestenstorm, windkracht 9. Slecht weer betekent dat we mogelijk ook een zeer drukke ochtendspits krijgen, want ook tijdens het eerste deel van de ochtend regent het nog. In de loop van de ochtend trekt de regen naar Duitsland weg. Dan begint ook de wind wat af te nemen. Die draait dan naar het westen en wordt aan zee windkracht 7, in het binnenland windkracht 4 tot 5. De zon schijnt van tijd tot tijd. Ik denk dat het morgenmiddag eigenlijk heel aardig weer is, zeker als je uit de wind zit. En temperaturen daarbij 6 tot 8 graden. Morgenavond gaat de wind alweer toenemen, wordt hij opnieuw stormachtig aan zee en neemt de buiigheid ook weer toe, kan er ook een klap onweer bij zitten. En ook donderdag hebben we daarmee te maken. Er trekken veel buien over het land, het kan hagelen, het kan onweren. Tussendoor schijnt af en toe even de zon. 5 graden in het oosten, 8 graden aan zee en een stormachtige wind aan zee. Heel kleine kans op storm. En ook vrijdag is er kans op storm, vooral in de nacht en ochtend. Dan uit het zuidwesten tot westen. Later op de dag wordt het allemaal ietsje rustiger. En ook vrijdag hebben we de paraplu en de ruitenwissers nodig, want het is ronduit wisselvallig. Het weekend wordt het allemaal wat rustiger. De wind neemt in kracht af, de zon gaat vaker schijnen en ook het aantal buien wordt minder. In de nacht van zaterdag of zondag kan het wel weer koud worden. Dat zien we ook in deze grafiek terug. De koudste nacht die hebben we van zaterdag op zondag. Dan temperaturen weer dicht bij het vriespunt. En voor de rest kunnen we zeggen dat het de komende 2 weken, en deze prognose loopt tot en met 13 december, er geen winterinval gaat komen. Als je kijkt naar de windrichting, dan zit die strak tussen west en zuid. En vanuit die hoek komt er geen koude lucht onze kant op. Zien we ook in de vorstkansen terug. Het ziet er voor de winterliefhebbers zeer treurig uit. 10 tot 20% kans op wat nachtvorst. Veel meer zal het allemaal niet zijn. Rest mij u een goede avond te wensen en let dus op als je morgen vroeg op pad moet. Het kan erg druk zijn op de wegen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.